Hey, goed dat je kijkt naar dit één na laatste deel van Otje. We zijn bijna op het eind. De vorige keer eindigde het dat Otje weg was gelopen bij de tantes. Tos kwam terug, wist niet waar Otje was. En daar gaan we dus nu verder. Het eerste verhaal heet De winkel van meneer Pijpetoon. Oh ja, en Otje, die was in slaap gevallen. Hier, zie je wat het is? Het is op een graf. Waar zou ik toch zijn, dacht Otje. Ze was nog maar half wakker en heel doezelig. Boven haar wuifelden takken van een treurwilg. Ze lag op iets hards, een soort stenen bank, maar ze wist niet wanneer en waarom ze hier was gaan liggen. Waar lig ik eigenlijk op? Vroeg ze hardop. Op een zerk, zei een stem. Ze keek op. Daar, op een stenen engeltje, aan haar hoofdeinde zat een kraai. Kwark, riep Otje, waar was je toch al die tijd? Wat ben ik blij om jou weer te zien. Wat is een zwerk? Hier ligt een oude zeeheld begraven, zei Kwark. Bedoel je, is dit een grafsteen? Otje sprong op. Schrik maar niet, zei Kwark. Die zeeheld is al 300 jaar dood. Dus zo griezelig is dat niet. Hiernaast is toch die oude kerk, weet je wel, een verlaten kerk. Hier kom ik vroeger veel, omdat ik hou van kerken en kerkhofjes. Maar nu zijn er geen kerkdiensten meer. Nu worden er daarbinnen pingpongmiddagen gehouden. Stel je voor in een kerk, zo gaat dat, zuchtte Kwark. De kraai, dat is de moderne tijd. Otje luisterde maar half. Ineens wist ze weer wat er de vorige dag was gebeurd. Ze had gezocht naar juffrouw Ochtendster, die er vandoor was met de muizenmand. Oh ja, en de broek met het spiegeltje. De broek had ze terug, zonder spiegeltje. En de muizen waren door de juffrouw losgelaten, zomaar op straat. En ze had naar Lodewijk en Suzie gezocht, urenlang, totdat het donker werd. En toen ben ik natuurlijk even gaan rusten, dacht ze, hier onder een boom. Het is allemaal zo akelig, riep ze tegen Kwark. Mijn vader is niet teruggekomen en de muizen zijn natuurlijk door een kat opgegeten. Dat hoeft helemaal niet, zei Kwark. Oh nee? Nee, ze kunnen ook best door een kraai zijn opgegeten. Nou, hou op, zei Otje. En mijn spiegeltje is verkocht aan een antiekwinkel. Aha, zei Kwark. De antiekwinkel van meneer Pijpetoon. Die is hier vlakbij. Kom maar mee. Het is een vriendelijke man die van vogels houdt. We gaan vragen naar je spiegeltje. Maar luister eens, Otje. Ik moet eigenlijk naar de tantes. Want stel je voor dat mijn vader terugkomt en hij vindt me niet. Wat dan? Er is iemand die de wacht moet houden bij het huis van de tantes, zei Kwark. Iemand die de wacht houdt? Wie dan? Onze vriend Toep, zei de kraai. Hij komt ons waarschuwen zodra hij je vader ziet. Dat hebben we afgesproken. Dus kom maar mee naar de antiekwinkel. Juist op datzelfde moment vloog de mus Toep zo hard als hij kon achter de ambulancewagen aan, waarin Tos was vastgebonden. Oh ja, weet je nog, hij was naar het politiebureau. Maar de auto reed te snel. Toep kon hem niet bijhouden. Hij piepte wanhopig. Tiep, help! Wat is er aan de hand? Vroeg een langsvliegende spreeuw. Otjes vader, hijgde Tiep, in die wagen. Ik wil weten waar ze hem brengen. Uitgeput zette Toep zich op een tak neer met een piepend borstje. Hij kon niet meer, maar de spreeuw vloog snel verder en sloeg alarm. Tik, 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 tik. Wat is er aan de hand? Vroeg een voorbijvliegende zwaluw. Otjes vader wordt meegenomen in een ziekenauto, roept de spreeuw. Riep de spreeuw, we willen weten waar hij naartoe gaat. Maar die wagen rijdt te snel. Oké, wiep, wiep, riep de zwaluw. Ik ben sneller, sneller dan jullie allemaal. Ik volg de auto. Een spiegeltje, vroeg meneer Pijpetoon van de antiekwinkel. Eens kijken. Oh ja, zeker. Ik heb van mevrouw Ochtendster twee dingen gekocht. Een ouderwets mandje en een klein spiegeltje. En in het mandje hebben we muizen gezeten, zei ze. Maar die waren eruit. Ik hoef het mandje niet terug, zei Otje. Maar het spiegeltje... Mag ik dat hebben? Het is mijn spiegeltje. Ik heb er 10 gulden voor betaald, zei meneer Pijpetoon. Dus voor 10 gulden mag jij hem terugkrijgen. Dat heb ik niet, zei Otje. Het is niet zomaar een gewoon spiegeltje.
Het is een van de twee Melkander-spiegeltjes. En dat van mij, in dat van mij kan ik mijn vader zien. En mijn vader ziet mij in het spiegeltje. En als ik het niet terug kan krijgen, ga ik dan eventjes... Ortjes stem begon te trillen. Eventjes wat? Vroeg meneer Pijpertoon. Alleen maar eventjes erin kijken, zei Ortje. Goed, zei meneer Pijpertoon. Hij trok een laadje open van een oud kastje en haalde het spiegeltje tevoorschijn. Dit is een antiek winkeltje. Daar kun je dus oude spulletjes kopen. Die mensen al een keer hebben gebruikt, maar niet meer willen. En nog wel heel mooi zijn. En ja, dat kan je dus kopen in een antiek winkeltje. Ortje keek. Hij zag het gezicht van Tos heel duidelijk, maar zijn ogen stonden niet zo fel en vrolijk als altijd. Ze waren dof en leeg. Papa, zei Ortje zacht, wat is er met je? Het spiegeltje gaf natuurlijk geen antwoord, maar meneer Pijpertoon zei, kind, als dat ding zoveel voor je betekent, dan mag je het hebben, voor niets. Dank u wel, zei Ortje en ze keek naar Kwark. Maar Kwark was naar buiten gevlogen. Hij zat op een verkeersbord te praten met de mus Toep. En zodoende, zei Toep, weet ik nog niet waar hij naartoe is gebracht, maar ik heb de boodschap doorgegeven. Ortje kwam uit de antiekwinkel met het spiegeltje in haar hand. Denk erom niks tegen haar zeggen, zei Kwark. Ortje kwam op hen afgelopen en vroeg dadelijk, weet je iets over mijn vader, Toep? Nee, nog niks, jokte Toep. Maar je zou toch de wacht houden bij het huis van mijn tantes en uitkijken naar hem? Misschien komt hij nu op dit moment terug. En wat dan? Stil maar, zei Kwark. Hij wordt in de gaten gehouden. Door wie dan? Vroeg Ortje. Vogels, vogels, overal, zei Kwark. Alle vogels kennen jou, Ortje, en allemaal willen we jou helpen. Wees daar maar gerust op. Rusthuis Vredelief. De enige vogel die snel genoeg kon vliegen om de ambulancewagen bij te houden, was zwaluw Arie. En daardoor was Arie de allereerste die ontdekte waar Tos naartoe werd gebracht. De zieke auto reed eerst een heel eind over de snelweg, sloeg toen een zijweg in door een park en stopte bij een grote witte villa tussen hoge bomen. De deur ging open en een verpleegster verscheen op de stoep. Tos werd naar binnen gedragen, de deur ging dicht en Arie de zwaluw zag verder niets meer. Hij zwierde een paar maal boven de toppen van de bomen en ontdekte op het dak een oude tortelduif die hier blijkbaar woonde. Hoe heet het huis? Vroeg hij. Het heet Vredelief Roekoe, antwoordde de duif. Is het een ziekenhuis? Nee, nee, geen ziekenhuis. Het is een rusthuis voor mensen die in de war zijn. Die in de war zijn? Ja, die in de war zijn. Heel gewoon in de war zijn. Roekoe, zei de tortelduif. En wat wordt er met ze gedaan? Ze worden door de dokter onderzocht en de dokter probeert ze weer uit de war te halen. Hoe dan? Falderal, riep de duif. Falderal en Hatsireen en Denderon en Tandidal en Miximas Roekoe. Hij is zelf ook in de war, dacht Arie de zwaluw. Totaal in de war, wat zielig. En hij vloog pijlsnel terug naar de stad, waar hij laag boven de huizen en bomen scheerde en de boodschap doorgaf aan alle vogels onderweg. Ortjes vader ligt in een rusthuis. Het heet Vredelief. Het is een huis voor mensen die in de war zijn. Eindelijk kwam hij de oude verlaten kerk, waar Kwark de kraai boven in een boom zat te wachten, samen met Mus Toep. Is Ortjes vader in de war? Vroeg Kwark, toen hij de boodschap hoorde. Nou, dat zal dan wel, zei de zwaluw. En wat doen ze dan met hem? Uit de war halen, denk ik. En hoe lang duurt dat? Vroeg Kwark. Wanneer mag hij daar weer weg? Ja, hoor eens, zei Arie de zwaluw kribbig. Dat weet ik allemaal niet. Ik ben, hurry-up hier naartoe gevlogen om je zo gauw mogelijk te laten weten waar hij is. Maar meer weet ik niet. We zullen zelf gaan kijken, zei Toep. Wijs ons de weg erheen. Moeten we het niet eerst aan Ortje vertellen? Vroeg Kwark. Ze ligt hier op het gras onder de boom. Ze wacht op een bericht over haar vader. Nee, nee, zeg het maar niet, zei Toep. Dan wordt ze nog ongeruster.
Laten we eerst zelf gaan onderzoeken wat er aan de hand is. Kom mee, zei de zwaluw. Hij vloog voorop en een beetje langzaam ditmaal. En achter hem kwamen Kwark en Toep en onderweg sloten zich meer en meer vogels bij hen aan. Een hele stoet vogels volgde de zwaluw. Het was ongeveer 20 minuten vliegen naar het rusthuis Vredelief. En toen ze daar aankwamen, riep de oude tortelduif: hierheen! Achter het laan ligt hij. Hierheen, roekoe, hatsireen en valderal en denderom. Wat zegt ze allemaal? Vroeg Kwark. Ja, hij is een beetje in de war, zei de zwaluw. Kom mee naar het raam. De hele groep vogels ging buiten op het vensterbankje zitten. Het was tamelijk klein, klein raampje, maar ze verdrongen zich en duwden elkaar kwetterend opzij om allemaal naar binnen te kunnen kijken. Daar, op een bank, lag Otjes vader, Tos. Hij zat met snoeren en slangen vast aan allerlei vreemde toestellen. En naast hem stond de hoofdverpleegster, zuster Snijwiet. En aan het bureau zat de dokter. Kijk, zo ziet het eruit. Nou, wat zullen ze met hem gaan doen? Deze patiënt is zeer gevaarlijk, dokter, zei zuster Snijwiet. Hij heeft niet alleen een agent aangevallen, maar ook mij. En hij heeft me weldadig overrompeld. Zo, zo, zei de dokter. Wat heeft u hem gegeven? Pillen, zei de zuster. En prikken. En natuurlijk... Ja, natuurlijk, zei de dokter ongeduldig. Maar wat voor pillen en prikken? Valderal, zei de zuster. Geen prisodram. Oké, en hessigeen en denderon? Prima, zei de dokter. Wel nu, voor ik een rapport opstel, zou ik graag zijn papieren even willen zien. Oh, pas op dokter, zei zuster Snijwiet. Zeg dat woord vooral niet. Welk woord? Het woord papieren. Mag ik het woord papieren niet zeggen? Vroeg de dokter. Hoewel Tos verdoofd was door de valderal, ging hij toch net nog het woord papieren op. En dat woord had een vreselijke uitwerking op hem. Hij ging met een ruk overeind zitten, zodat de snoeren en slangen losschoten. En er kwam een brulderend geluid uit zijn keel. Geef gauw een shot, Maxi Max, riep de dokter. De zuster deed het en Tos zakte achterover. Ziet u wel, zei zuster Snijwiet. Toen hij hier kwam, heb ik naar zijn papieren gevraagd en hij viel me meteen aan. Brengt u hem naar zijn kamer, zei de dokter. Geef hem de eerste dagen Flippodrol en daarna 3 weken lang Tranidol. De gekke namen. Buiten op de vensterbank zaten de vogels verontrustend te luisteren. De eerste 3 weken, riep Kwark, ze willen hem dus houden. Nu moest ze het aan Otje gaan vertellen, zei Toep de mus. Ga maar, dan blijven wij hier om te kijken wat er met hem gebeurt. Kwark vloog zo vlug hij kon naar de stad terug en vond Otje onder de boom bij de kerk. Een rusthuis voor mensen die in de war zijn, vroeg Otje. Is mijn vader in de war? Hij heeft een agent en een verpleegster aangevallen, zei Kwark. Oh, zei Otje, maar dat is heel gewoon. Hij heeft af en toe een driftbui. Hoe krijgen we hem daaruit? Ja, daar moeten we hulp bij hebben, zei Kwark. Ga naar meneer Pijpertoon van de antiekwinkel. Die zal je raad geven. Vertel hem alles. Zo kwam het dat Otje voor de 2e keer naar de antiekwinkel ging. Vooraan in de etalage stond het mandje met het muizenmandje. Er stond een klant weifelend naar te kijken. En Otje dacht heel even met verdriet aan de muizen Lodewijk en Suzie, die wel nooit meer terug zouden komen. Maar ze had wel een veel ernstige zorg. Haar vader moest gered worden. Ze ging de winkel binnen van meneer Pijpertoon. Nou, kijk, hier heb je het antiekwinkeltje en het mandje dat voor het raam staat. De redding. Er hadden zich heel wat vogels verzameld rond het rusthuis Vredelief. Ze vlogen af en aan, ze klapten met hun vleugels, ze gingen op de vensterbanken zitten en keken overal naar binnen om te zien wat er verder met Tos zou gebeuren. Al gauw vonden ze hem. Hij lag in een piepklein kamertje. Niet veel meer dan een cel met een piepklein raampje, maar het raampje was dicht en er zat
tralies voor. We kunnen niets voor hem doen, zei zwaluw Arie. Waarom blijven we hier nog? Ik ga weg. Je hebt gelijk, zei Toep de mus. We kunnen hem niet helpen. Maar laten we dan tenminste wat papieren wegpikken voor Otje. Daar ginds staat een raam open. Daar is een soort kantoor en er liggen allemaal prachtige papieren. Maar wat moet Otje met papieren? Vroeg de zwaluw. Ja, ze verzamelt papieren, zei Toep. En hij vloog als eerste het vertrek binnen waar op een bureau allerlei roze en blauwe vennetjes lagen. De andere vogels durfden niet zo goed, maar toen ze zagen dat er niemand zat daarbinnen, vlogen ze één voor één door het open raam en iedere vogel kwam naar buiten met een velletje in zijn snavel. Niemand zag hen wegvliegen. Alleen de oude tortelduif op het dak zag het gebeuren. Ze schudde verwonderd haar hoofdje. Val de bal, allemaal in de war, roekoe! In de werkplaats achter de antiekwinkel zaten Otje en Kwark te praten met meneer Pijpentoon. Hij was een vriendelijke oude meneer en hij wou dolgraag helpen, maar hij wist niet hoe. Je vader heeft dus, als ik het goed begrijp, een driftbui gehad op het politiebureau en is toen naar de inrichting gebracht, vroeg hij. Ja, en de dokter heeft hem onderzocht, zei Kwark. Ik heb het gezien en ze geven hem alsnog prikken om hem rustig te houden. Hij is een patiënt, zegt de dokter. Maar mijn vader is helemaal geen patiënt, zei Otje verontwaardigd. Hij is enkel maar driftig en zodra ik bij hem ben, is hij niet meer driftig. Oh, help me alsjeblieft. Laten we erheen gaan en hem daar weghalen. Dat zal niet lukken, vrees ik, zuchtte meneer Pijpentoon. Op het moment hoorden ze buiten een heftig geflauwer. Vogels voor het raam. 10, 12, 14 vogels. Allemaal met een papiertje in hun snavel. Meneer Pijpentoon deed het raam open en de troep kwam binnenvliegen. Wat krijgen we nou, riep Kwark. Papieren! Ja, maar waarvoor? Voor Otje, zei Toep trots. Maar wat heeft ze daaraan? Ze heeft geen papieren, riep Kwark neidig. Ze wil haar vader terug. Wat moet ze hiermee? Ik dacht, je kan nooit weten, zei Toep. Even stil, riep meneer Pijpentoon. Hij zette zijn leesbril op en bekeek de velletjes nauwkeurig. Zo, zei hij, wel, juist, het onderzoek. Welk onderzoek? Vroeg Otje. Van mijn vader? Staat daar iets op van mijn vader? Staat daar op wat er met hem aan de hand is? Het gaat over je vader. Tos, zei meneer Pijpentoon, en ik kan het niet begrijpen wat het allemaal voor cijfertjes en streepjes en lijntjes en moeilijke woorden. Maar, meneer Pijpentoon keek peinzend voor zich uit. Heel stil allemaal, zei hij. Er begint een idee te komen. Ze waren allemaal stil, een hele poos lang. Ik heb het, zei meneer Pijpentoon. We gaan erheen. Kom, ik heb mijn auto voor de deur. Maar eerst mijn kostuum. Hij haalde een keurig zwarte jas uit een kast. Hij rommelde in een la met medailles en koos er mooie uit. En toen zocht hij in een la met oude visitekaartjes en zocht daar ook eentje uit. Ja, je hebt in een antiekwinkel altijd van alles, zei hij. Dat was ook te zien aan de auto, gemaakt van oude onderdelen en tal antieke spulletjes. Kom, zei meneer Pijpentoon, stap maar in. En jullie vogels, vlieg maar voorop en wijs me de weg. In rusthuis Vredelief stond de hoofdverpleegster zuster Snijwiet bij haar bureau. Ze keek verbijsterd. Alle papieren weg, prevelde ze. Het hele rapport van het geval Tos weg? Hoe kan dat? Ik heb het misschien toch opgeborgen? Ze ging zoeken. Ze zocht in de mappen en bakken. Ze trok laden open en ze werd radelozer en radelozer. Toen kwam er een zuster binnen met een kaartje in de hand. Er is een hooggeplaatst persoon voor u, zei ze. Zuster Snijbiet bekeek het kaartje. Er stond op dokter H. van Zwavel, Revendaris, Departement van Algemene Zaken. Laat meneer maar binnenkomen, zei ze. Er kwam een heer binnen, deftig in zwart gekleed. Goedendag, zuster Snijbiet, zei hij. Ik kom naar aanleiding van het geval Tos. Er is een medisch onderzoek geweest. Mag ik even de uitslagen bekijken? Zuster Snijbiet werd ijskoud van schrik. De uitslagen, ja, dat waren nu juist de roze en blauwe papiertjes waar ze voor wanhopig naar op zoek was. De heer Tos moet nog onderzocht worden, zei ze.
Het is nog niet gebeurd. U vergist zich, zei de ree van Dares. Ik weet toevallig heel goed dat het onderzoek heeft plaatsgevonden. De papieren berusten bij u. Mag ik het even zien? Ik weet niet waar ze zijn, hakelde zuster Snijwiet. Referendaris keek rond. Het was een jamboel, alle laden open, overal papieren en slordige mappen. Kijk, dit is gewoon meneer Bijbetoon van de antiekwinkel. Uw administratie lijkt me niet zo best in orde. De uitslagen zijn zoek, jammerde de zuster. Dat is niet zo best. Ik zal het moeten rapporteren bij de hoogste instantie, zei de referendaris. Doet u dat niet alsjeblieft, smeekte zuster Snijwiet. Goed, ik zal nog even wachten, zei de heer. Oh, dank u. Maar, zo ging hij door, ik zal in ieder geval de patiënt Tos moeten meenemen en hem opnieuw laten onderzoeken. Maar dan in onze eigen kliniek. U neemt hem mee? Ja, nu onmiddellijk. Het is een belangrijk geval. Kom, haalt u de patiënt maar even snel. Zuster Snijwiet druppelde gehoorzaam het vertrek uit en kwam even later terug met Tos aan haar arm. Hij liep wat zwaaierig, zoals een dronken matroos, en hij keek dof en onverschillig. Dat kwam van al die spuitjes en die billen. Ik heb hier nog zijn kleren, zijn geld en zijn spiegeltje, zei de zuster. Zal ik dat alles maar hier houden? Zeker niet, geeft u maar mee. Zal ik dan een broeder roepen om hem naar de auto te brengen? Nee, het gaat uitstekend, zei de referendaris en hij nam Tos mee de deur uit. Zuster Snijwiet viel uitgeput en zuchtend op een stoel neer. En achter een groep heesters stond een merkwaardige auto waar Otje zat te wachten. Ze strekte haar armen uit en riep, papa! Toen Tos haar zag, verdween de lusteloze uitdrukking op zijn gezicht. Zijn ogen stonden ineens weer helder en fel. Hij lachte. Otje, mijn kind, eindelijk! Oh, Otje, instappen en vlug, riep meneer Pijpentoon. En wegwezen, voor ze in de gaten hebben dat de echte meneer van Zwavel 50 jaar geleden referendaris was en nu al 30 jaar dood is. Hij startte de auto, gaf gas en het vreemde voertuig reed het park uit, omgeven door een zwerf triomfantelijk gekwetter van vogels. Kijk, daar zijn ze in de auto. Oké, nog één verhaaltje. Weer op reis. Ziezo, zei meneer Pijpentoon toen hij Tos en Otje had teruggebracht naar de stad in zijn antieke auto. Hier zijn we bij mijn winkel. Kan ik nog iets voor jullie doen? Nee, u heeft al zoveel voor ons gedaan, zei Tos. U hebt mij bevrijd uit dat verschrikkelijke tehuis en u hebt mij en Otje weer bij elkaar gebracht. Ik zal u nooit genoeg kunnen bedanken. Bedankt. Liever de vogels, zei meneer Pijpentoon. Ja, dat vind ik ook, schreeuwde Kwark. We hebben het meeste werk gedaan. Ja, jij niet, riep Toep de Mus. Je hebt niks gedaan. Wij hebben de papieren weggehaald. Geen ruzie, zei Otje. Je hebt ons allemaal geholpen. Jullie allemaal. Voordat jullie verder gaan, zei meneer Pijpentoon, wil ik nog wat geven. Hij haalde uit zijn winkel het lege muizenmandje. Zie daar, Otje, zei hij. Het was van jou en je krijgt het terug. Bovendien wil niemand het kopen. Goeie reis en vergeet maar gauw dat nare rusthuis. Dat doen we, riep Tos vrolijk en hij nam zijn muts af. Adieu! Maar het rusthuis Vredelief was hem nog niet vergeten. Daar werd zuster Snijwiet streng ondervraagd door de directeur en door de dokter. U hebt die patiënt zomaar laten ontsnappen, zei de directeur boos. Een woeste, gevaarlijke kok. Ik moest wel, hij werd gehaald, riep zuster Snijwiet, door een referendaris die van Zwavel heette. Juist, zei de directeur, en nu blijkt er helemaal geen referendaris van Zwavel te bestaan. Maar hij gaf me zijn kaartje, een echt keurig gedrukt naamkaartje, jammerde de zuster wanhopig. Ja, dat kaartje was 50 jaar oud, zuster. U hebt zich laten beetnemen. En waar zijn de papieren van ons onderzoek? Vroeg de dokter bars. Ja, dat is het juist, de papieren zijn verdwenen, zei zuster Snijwiet. Daar begon het mee. Alle papieren weg van mijn bureau. Onbegrijpelijk. U hebt zijn kleren ook meegegeven? Vroeg de directeur. Ja, ik moest wel.
en zijn geld en zijn spiegeltje. Het was alles wat hij bij zich had. Het enige wat ik nog van hem heb is zijn dasje, zijn strikje. Aha, zei de directeur, dat kan ons helpen om hem terug te vinden. Als een politiehond aan dit strikje ruikt, dan kunnen we hem misschien nog op het spoor komen. Ik bel nu dadelijk de politie. Die woeste kok kan hem nog niet zo ver weg zijn. De woeste kok was inderdaad nog niet zo ver weg. Hij was met Otje in de garage aangekomen waar zijn bestelwagen stond. Onze auto, zuchtte Otje dolgelukkig. Eindelijk! Hij doet het prima, zei de garageman. Hij was al lang klaar, maar jullie kwamen hem niet halen. We hebben geen geld, zei Tos. We hadden geen geld, maar nu kan ik hem betalen. Hij haalde het mapje tevoorschijn met het geld dat hij verdiend had als kok op het schip. Otje keek in de auto. Daar lagen de tassen, de slaapzakken die Tos erin had gebracht voor hij ging varen. Daar lag ook haar rolschaats en aan het eind hing nog altijd de rekening. Het portret dat ze voor haar vader had gemaakt. Ook niet de rekening, maar natuurlijk de tekening. Kom, zei Tos, we gaan. Goeie reis en bedankt, zei de garageman. Hij keek de auto na en mompelde verbaasd dat zijn blijkbaar vogelliefhebbers. Alle pietjesvogels met die lui mee. Otje, mijn kind, zei Tos, wat zijn we weer gelukkig. We gaan weer trekken door het hele land. Het enige nare is, ik heb nog steeds geen papieren en dus ook geen baan. Maar laten we daar niet even over denken. Er is nog iets naar, zei Otje en ze keek naar het lege bandje. De muizen zijn weg. En we zullen ze nooit meer zien, want ik denk dat ze dood zijn. Maar Lodewijk en Suzie waren niet dood. Ze dreven op een vlotje over vies en stinkend water in een afvoerbuis onder de straten van de stad. Roeien, Suzie, riep Lodewijk. Hard roeien, anders komen we hier nooit uit. Ik ben bang, klaagde Suzie. Ik zag een rat. Die doet niks, zei Lodewijk. En je moet maar denken, dit is een avontuur. Eindelijk de wijde wereld in. Noem je dit de wijde wereld, snauwde Suzie. Die smerige stinkriool. We zitten nu al uren in die tunnel. Ik geloof dat er geen einde is, riep Lodewijk. Maar daar is licht, kijk maar. De stroom waarin ze dreven werd sterker en sterker. Ze hoefden niet meer te roeien. Ze werden meegesleurd door het water. Dat met veel geruis en gebrul en de kokkelse plas uitkwam. Het vlot kantelde en sloeg om. Zwemmen, riep Lodewijk. Zwemmen, Suzie, waar ben je? Er kwam geen antwoord en Lodewijk zwom radeloos in het woelige water tot ineens het kleine stemmetje van Suzie tot hem doordring. Hier, Lodewijk, kom hierheen. Ik heb de kant gevonden. Lodewijk zwom in de richting van de stem en liet zich door Suzie aan wal sjorren. Kijk, zo zijn ze. Waren ze op het vlotje. Ze zaten aan de oever tussen het riet. Kletsnat en heel vies. Als ze even naar boven hadden gekeken, dan zouden ze de weg hebben gezien die langs de Kokkelse plas liep. En dan hadden ze over die weg een bestelwagen voorbij zien rijden met Tos aan het stuur en Otje ernaast. Maar de muizen waren uitgeput om naar boven te kijken. Kijk, hier zie je Otje en Tos. Maar dit is nog niet het einde van het verhaal. Want Tos heeft nog steeds geen papieren en geen baan. Dat ga ik lezen in het laatste deel volgende week. Leuk dat je hebt gekeken. Doeg!